BBB. Gaat u gang. Dank u wel. Ik zou graag willen dat het de fitty tussen de heer De Groot en de heer Van Haga misschien even op de gang kan plaatsvinden. Dan kunnen wij verder met de inhoudelijke zaken. Voorzitter, inwoners van Nederland en speciaal onze voedsel- en bloemenmakers. Als je de boeren weg wilt hebben, dan kun je dat op allerlei manieren doen. Dat kun je doen via verboden, via onteigening, via demoniseren. Of je doet het volgens via onmogelijke regelgeving. En die laatste weg is eigenlijk het makkelijkste. Je zorgt ervoor dat het beleid niet uitvoerbaar is. Wijst daarna steeds met een beschuldigende vinger bijvoorbeeld over natuur die geen dag meer kan wachten. En voegt daar kostprijsverhogende maatregelen aan toe. Net zolang tot zelfs de laatste doorzetter het bijltje erbij neergooit. Nou, voorzitter, ik zou zeggen gefeliciteerd. Elke keer weer denk ik dat we de boeren toch echt niet nog erger kunnen schofferen. Maar jawel, het kan. De brief van de Europese Commissie van 19 december was meer dan duidelijk. Die brief had overal alarmbellen moeten doen afgaan. Die brief had er bij de ambtenaren voor moeten zorgen dat de minister onmiddellijk werd geïnformeerd. Die brief had bekend moeten zijn voor het 2-minuten-debat op 20 december. Vreemd genoeg was de minister niet op de hoogte, maar Kamerlid De Groot kennelijk wel. Voorzitter, ik wil weten hoe kan het dat de minister niet op de hoogte was? En nog vreemder vind ik het dat toen de brief wel bekend was bij de minister, de Kamer nog steeds niet werd geïnformeerd. Op het moment dat de minister de brief las, wist hij dat hij net de Kamer verkeerd had geïnformeerd. En de minister heeft een heel team aan ambtenaren om zich heen met veel ervaring, die vaak zelf de overleggen voeren met de Europese Commissie. En heeft dan niemand van dit team de minister geadviseerd om de Kamer alsnog te informeren. Is dit een bewuste beslissing van de minister geweest of niet? Ik wil daar graag antwoord op. Voorzitter, het is vreemd om te lezen dat de minister in de brief van 23 december aangeeft dat er midden januari een brief volgt met daarin het proces beschreven om de maatregelen zo snel mogelijk te implementeren. En bedoelt de minister nu dat hij daar al wist dat de bufferzones eerder in zouden gaan dan aan de Kamer beloofd? Of zegt de minister daar in feite dat hij het tempo handhaaft zoals eerder aangegeven? En in het laatste geval negeert hij de commissie immers. De brief van 23 december sluit wat mij betreft totaal niet aan bij de urgentie van de brief van 19 december. Hoe kan dat? Voorzitter, zoals ik het zie, liet de brief van 19 december geen ruimte voor interpretatie. Het was klip en klaar. Het overgangsjaar werd duidelijk niet geaccepteerd. Uit niets blijkt enig begrip voor het feit dat ondernemers zich moeten kunnen voorbereiden bij bijvoorbeeld het maken van inkoopafspraken, die nu allemaal al gemaakt zijn. En ik vraag me af of dit allemaal voldoende bepleit is bij de commissie. En ik lees in de brief en de bijlage van de minister van 20 januari bijvoorbeeld dat we niet voldoende data hebben om de met nutriënten verontreinigde gebieden op de juiste wijze te kunnen aanwijzen. Weet de commissie dit wel? En hoe is het belang van de Nederlandse ondernemers in Brussel bepleit? De Wageningen Universiteit heeft bijvoorbeeld al aangegeven dat het opheffen van derogatie waarschijnlijk geen milieuvoordeel met zich meebrengt. 2020 is daarvoor gewaarschuwd. Er is een onderzoek van Herman de Boer van Wageningen Universiteit waar klip en klaar in staat dat het afschaffen van de derogatie en het aanwenden van kunstmest, dat de nitraatuitspoeling veel groter zal zijn. En heeft de minister dit besproken met de commissie en wat was de reactie daarop? Heb ik nog heel even tijd? Nog 15 seconden. Ik wil even graag een vraag stellen uit een brief van een open brief van een boer die de minister ook heeft gekregen. Kunt u mij uitleggen dat ik over het jaar 2023 8800 kilo stikstof uit dierlijke mest moet afvoeren en vervolgens 16.872 kilo stikstof uit kunstmest weer mag aanvoeren? Wat is hier milieuvriendelijk aan? Voorzitter, ik houd hier even bij. Ik hoop dat de minister deze open brief leest of heeft gelezen. Want als we het over gezond verstand en praktijkvoorbeelden hebben, dan is dit de must read. Dank. Dan is er een vraag van de heer Thijssen. Gaat u gang. Dank, voorzitter. En ik ben het helemaal met...